Hallo en welkom allemaal bij dit seminar, bij dit webinar rond de impact van COVID-19 op mijn IBD-ziekte. En het komende uur staan jullie, de patiënten, allemaal centraal. Heel hartelijk welkom en we zien mensen al binnenkomen. Voilà. Dag Frederik. Hartelijk welkom Frederik. Meer en meer patiënten komen binnen. Patiënten die de weg hebben gevonden naar hier dankzij de blogs. Wij hebben colitis.be en de blog wij hebben colitiskroon.be. Een initiatief dat er ook alleen maar kon komen dankzij de steun van Takeda. Dus het komende uur staan jullie vragen centraal. Jullie gaan straks de vragen zien. Wij gaan de vragen zien binnenkomen. Jullie krijgen tijd genoeg om vragen te stellen. Ik ga die niet beantwoorden. Nee, daarvoor hebben we twee specialisten. Een aantal onder jullie zullen ze kennen, omdat ze misschien hun eigen gastroenteroloog zijn. Ten eerste gaan we naar Turnhout, want daar is dokter Christophe Klaeses. Daar woont en werkt hij. Christophe Klaeses is gastroenteroloog aan het AZ de Turnhout, maar werkt ook in het UZ Gasthuisberg in Leuven. Dokter, leuk dat je wat tijd hebt vrijgemaakt. Ik kan me voorstellen dat het drukke tijden waren de voorbije 3 maanden tijdens corona. Of was het net het omgekeerde voor u? Goedenavond vanuit de Kempen. Het genoegen is volledig aan mijn kant om hier aanwezig te zijn. Wat betreft maag-darmziekte was het een beetje rustiger voor ons, maar we hebben als internisten mee moeten doen op de COVID-afdelingen, dus het is inderdaad wel een hectische periode geweest. Dus je hebt echt in de warzone, zoals men het noemt, heb je gewerkt? Ja, toch wel. Ja, en je bent er goed van bekomen? Zeker, jawel. Ja. Ja. We hebben uw collega ook, uw collega dokter Stefan Deelen. Hij werkt ook in UZ Gasthuisberg, maar hij werkt ook in het ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik. Hij zei me daarnet, een klein maar fijn ziekenhuis. Leuk dat je erbij bent, dokter Deelen. Hoe zijn jouw voorbije 3 maanden geweest? Ja, ook helemaal omgegooid eigenlijk. In eerste instantie hebben wij op korte termijn, want Limburg was nogal snel en nogal hard getroffen door de COVID-epidemie, hebben wij ons ziekenhuis op enkele dagen tijd helemaal moeten omgooien ook onze dienst van een klassieke gastroenterodienst naar ten dienst staan van de COVID-patiënten. En dan hebben we eigenlijk veel coronapatiënten behandeld. En dat hebben we gedaan tot enkele weken geleden. Dan was dat eigenlijk de hoofdmoot van ons werk. En nu zijn we toch al een hele tijd terug de omschakeling aan het maken en zijn we zo goed mogelijk terug ons normale werk aan het doen. Ja. Ja, goed om horen. Je gaat straks een beetje een inleiding samen met dokter Klaeses. Ga je een beetje een inleiding geven van wat belangrijke zaken zijn om als IBD-patiënt te weten. Maar de hoofdmoot van dit uurtje zijn natuurlijk uw vragen als patiënt. Ik heb er vooraf al een hele reeks gekregen van, ik heb ze op papier uitgeprint en dat zijn er een hele lijst. Een heel pak vragen die we gekregen hebben dankzij de twee vlogs. Maar veel leuker is het natuurlijk als jullie vragen stellen. Ik zag daarnet iemand, ik dacht dat het Nicole was, een vraag stellen van oei, mijn klank is weggevallen. Wel, Nicole, het beste dat je kunt doen is gewoon eerst eventjes proberen te refreshen. Door de coronatijden is het internet overbelast en dan zo gebeurt het wel eens dat de klank wegvalt, dat het beeld wegvalt. Het is genoeg dat iemand in jouw omgeving begint te Netflixen en je dit webinar kan vastlopen. Maar geen paniek, ik geef 2 tips. Tip 1, druk eens op refresh. Dat is dat cirkeltje in een pijltje dat meestal links bovenaan het internet staat, boven je browser staat. En een goede tip is ook, en we durven het niet luid op zeggen, maar de ervaring leert dat de browser Chrome het over het algemeen heel goed doet. Nu, dat zijn 2 gewone tips. Als dat niet lukt, hebben we nog een helplijn. En dat is Christophe, die zit 3 meter van mij hier veilig, coronavrij weg. En je ziet hem daar wuiven. Voilà, dat was Christophe. Als je een technisch probleem hebt, dan kan je Christophe bereiken via webinar@seymour.be. Je ziet het op de slide. Hij zit terug achter zijn stoel en zal al je vragen
technische vragen beantwoorden. De techniek, dat is allemaal voor Christophe. De inhoudelijke vragen, dat is natuurlijk voor onze twee artsen. Hoe moet je de vragen stellen? Wel, ik merk dat Cindy het al de weg heeft gevonden. Cindy vraagt trouwens, je kan u voorbereiden, dokter, de heren, veganistisch eten, is dat een positieve of heeft dat een negatieve uitwerking? Je kan je al voorbereiden. Maar Cindy weet dus hoe je vragen kunt stellen en eigenlijk is het heel simpel. Aan de rechterkant van je scherm heb je een kolom en daar kun je vragen stellen. Helemaal beneden staat daar, stel een vraag. Tik gewoon uw vraag in. Vergeet zeker niet op verstuur te zenden. En eventjes later zien de twee artsen de vraag binnenkomen. Als je een vraag hebt, houd onpersoonlijk. We staan enorm op discretie. Dus een heel medisch dossier met naam en toenaam blootleggen, dat hoeft helemaal niet. Wij wachten dus op uw vragen. Aarzel niet om ze te stellen. Doe zoals Cindy. Heb je een vraag? Stuur ze onmiddellijk door naar de twee artsen. Maar laten we eerst eens luisteren naar de tips en tricks en de nodige achtergrond die onze twee artsen hebben voorbereid. We zullen een slidekit openen. Ik ga vragen dat Christophe dat even doet. Voilà. En ik denk dat dokter Deelen zal starten. Klopt dat? Ja, absoluut, absoluut. Voilà. Aan u het woord, dokter. Dank u wel. En goedenavond aan iedereen. Ik kan niet direct zien hoeveel mensen er nu al meevolgen, maar in ieder geval aan iedereen goedenavond. Op onze webinar met als titel COVID-19 en IBD, waarbij we ons de vraag stellen van wat moet ik weten over dit virus, over deze epidemie, en wat zijn de implicaties hiervan op mijn darmziekte en op mijn behandeling van mijn darmziekte, bij het zij ziekte van Crohn, het zij colitis ulcerosa. Als we spreken over de COVID-epidemie, ja, dan hebben we te maken met het coronavirus. En als we dan de geschiedenis van het coronavirus eventjes bekijken, dan zien we dat dat een virus is dat we eigenlijk al langere tijd kennen. Het is het virus dat ons elk jaar ons verkoudheden geeft. Dus de klassieke snotvalling wordt veroorzaakt door het coronavirus. Maar het is eigenlijk pas sinds de jaren 2000 en specifiek 2002... dat we coronavirus ook leren kennen als gevaarlijke virussen, als virulente virussen, virussen die ernstige ziekten kunnen veroorzaken. En dat is eigenlijk begonnen met het SARS-virus. Het SARS-virus was in 2002. Dan in 2012 hebben we het MERS-virus gehad. Het MERS staat voor Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Dat was vooral in het Midden-Oosten actief. Nu, zowel het SARS- als het MERS-virus... ja, dat is tot hier niet geraakt, gelukkig. En dat heeft dan ook niet heel veel van onze aandacht gekregen. SARS een beetje, maar gelukkig zijn die virussen snel ter plaatse onder controle gebracht en dus niet tot hier gaat. Dit in tegenstelling tot ons huidige SARS-CoV-2-virus, zoals ons coronavirus nu noemt, het nieuwe coronavirus, zoals jullie allemaal weten, nu momenteel toch gezorgd heeft voor een ernstige wereldwijde pandemie. En dus COVID-19 is eigenlijk de naam van onze ziekte, en die komt van coronavirus disease 19. Die 19 staat voor 2019, het jaar waarin de ziekte ontdekt is, en dit algemeen geweten begonnen in een, of althans opgemerkt, op een veemarkt in Wuhan in China. Nu, wat zijn de symptomen van deze COVID-infectie? We trappen open deuren in, maar het zijn vooral respiratoire symptomen met op de voorgrond absolute kortademigheid, droge hoest. Dit gepaard gaande met koorts, met een extreme vermoeidheid soms. En wat ook typisch is, wat niet op de slide staat, maar wat we toch gemerkt hebben, niet alleen bij ons, maar over heel de wereld, dat dit gepaard kan gaan met een plots verlies van reuk en smaak. Iets dat heel typisch is voor deze infectie. Nu, maag-darmsymptomen staan wat op de achtergrond bij dit virus. Diarree bij ongeveer 10% van de mensen die dit virus dragen. En de algemene maag-darmsymptomen ongeveer bij 1 op 5 van de besmette mensen. Hoe is nu de klinische evolutie bij de COVID-infectie? Ja, daarvan weten we dat eigenlijk de meerderheid van de mensen
geen of weinig symptomen doet. En ongeveer 80% van de mensen heeft weinig last daarvan. Heeft wat kortademigheid, wat druk op de borst, wat plots verlies van reuk, maar eigenlijk weinig symptomen. En dan zien we dat er een groep is van ongeveer 15% van mensen die ernstig ziek worden. En ernstig ziek wil zeggen, dikwijls een hospitalisatie, en waarvan eigenlijk bij 5% van de mensen de ziekte echt levensgevaarlijk verloopt. Dat zijn ook de mensen die dan in het ziekenhuis naar intensieve zorgen gebracht werden, nood hadden aan beademing, en bij wie er een belangrijke mortaliteit was, hè, een belangrijke reden tot overlijden. En we weten dat bij die kritische zieke mensen ongeveer 50% overleden is. De laatste gegevens van in België tonen aan dat de mensen die op intensieve zorgen beland zijn en beademd moesten worden, dat in de cijfers voor België zijn zo dat 6 op de 10 dit overleefd heeft, dus 4 op de 10 niet. Hè, dus een mortaliteit daar van 40%. We weten ook dat van de overlijdens in België, ongeveer 9.600 nu zo op de officiële teller, dat de helft gaat over mensen in het ziekenhuis en de andere helft mensen vanuit woon- en verzorgcentra. Maar dus samenvattend, bij de meerderheid van de mensen verloopt dit heel mild, heel rustig. En een aantal mensen die ernstig ziek worden. Belangrijk hier is ook nog te vermelden dat die ernstig zieken, dat een veelal een specifieke groep was. Een groep van wat oudere mensen, meer mannen dan vrouwen. En ook mensen met een onderliggende aandoeningen. Dus wat wij noemen comorbiditeit. Dus bijkomende ziekten die maakten dat ze vatbaarder waren voor dit virus of althans ook een ernstiger verloop hadden. En dan denken we aan hart- en bloedvaatziekten, dan denken we aan suikerziekten. Obesitas was een belangrijke factor. Dus het is een ziekte die vooral die mensen ernstig trof. Hoe gebeurt de overdracht van de ziekte? Heel belangrijk om daarna te komen op de maatregelen die we nemen om die ziekte in te perken. Het is eigenlijk een druppelinfectie. Een droplet in het Engels, een druppelinfectie. En dat maakt dat om het virus over te brengen van de ene persoon op de andere, ja, dat je moet eigenlijk in aanraking komen met de druppels die met dit virus besmet zijn. Dat kan gebeuren rechtstreeks in de lucht voor iemand die hoest, die niest, die hard roept, die aan het zingen is. Dus dat die zijn viruspartikeltjes doorgeeft, rechtstreeks via de lucht. Daarvoor is het belangrijk, en daar kom ik dadelijk op terug, die social distance, dus afstand bewaren, want die viruspartikeltjes kunnen eigenlijk maar een meter, anderhalve meter overleven in de lucht. We kunnen ook die partikeltjes rechtstreeks via onze handen, als we eerst aan onze neus komen en dan de handen en dan iemand een hand geven, en kunnen we die partikeltjes ook rechtstreeks via direct contact overdragen van de ene persoon op de andere. En ook via contactoppervlakken. Op de slide staat hier een bed getekend. Als je met iemand het bed deelt, maar ook aan dezelfde bureau zit. Op die manier kan je ook de ziekte overdragen. Hoe wordt de diagnose gesteld? De diagnose wordt gesteld aan de hand van een wisser, de gekende wisser. Die kan gebeuren via de neus of via de mond. Belangrijk om degene voor de neus te gebruiken, die mond voor de mond. Het is in een aantal rusthuizen is dat een beetje fout gelopen in het verleden. Maar dus wat het belangrijk is weten dat die wisser, wat we daarmee doen, is rechtstreeks het virus opsporen. Dus dan kijken we naar, dus die wisser via PCR, een bepaalde techniek, kan men het virus dan repliceren, kan men het virus opsporen. En dus als de wisser positief is, wil dit zeggen dat het virus actief aanwezig is in uw lichaam. Dus dat je actief drager bent van het virus. Daar zit wel een foutenmarge op van ongeveer 30%, schat men. Daartegenover staat antistoffen, en daar is nu veel rond te doen, ook in de pers. Daar zegt van, ja, moeten we antistoffen meten? Antistoffen, die tonen eigenlijk, de antistoffen zijn eigenlijk eiwitten die we zelf aanmaken, en via ons afweersysteem, en die aantonen dat we met het virus in aanraking zijn geweest. Het zij recent, het zij langere tijd geleden. Nu, de waarde van die antistoffen en de juiste cut-off-waarde wat we moeten hebben, dat is nog voor heel veel discussie vatbaar. En ik denk dat we daar op deze moment zeker nog niet uit zijn om daar de juiste waarde aan te kunnen geven.
Nog eens een slide ook over het belang van de hygiënemaatregelen en de social distancing om natuurlijk die epidemie in te perken. Dat zijn de maatregelen die we allemaal veelvuldig te horen gekregen hebben en zeker de meesten onder ons ook heel goed hebben toegepast. Heel kort, wat is dat? De handen wassen, niezen in de elleboog, thuisblijven als je ziek bent, heel belangrijk, blijft heel belangrijk. Interessant hierin is de website die hier vermeld staat, www.info-coronavirus.be. Dat is eigenlijk van de overheid. Nog eens mooi opgelijst, alle maatregelen, alle voorzorgsmaatregelen die dienen genomen te worden en waar die aangepast worden en waar nu ook bijvoorbeeld informatie over reizen en zo op staat. Dus een interessante website. Daarnaast staat het belang van de social distancing. En nogmaals, het is een dropletinfectie, het is een druppelinfectie. Dus we weten, als we afstand houden van elkaar, ja, gaan we elkaar niet kunnen besmetten. En dus op deze figuur staat ook, als er ene persoon, als we geen social distancing doen, als we geen maatregelen nemen, ja, dan weten we, als ene persoon besmet is, gaat die gemiddeld 2,5 personen besmetten op 5 dagen, binnen de 5 dagen. En als je dan kijkt op een maand, zijn dat 400 mensen. Dus ene persoon, geeft dat een maand tijd, gaat 400 mensen besmetten. Dus dat is een enorme uitbraak van uw epidemie. Als je dan naar de maatregelen kijkt, ja, dan je doet 75% volgt dat allemaal goed op, ja, dan weten we dat ene persoon maar 0,652 personen gaat aansteken. En dat betekent op een maand tijd 2,5 personen. Dus dat is een enorme vermindering. En hier eventjes misschien kort vermelden, voor de geïnteresseerden in de epidemiologie en degene die dat cijfer toch al dikwijls ook op het nieuws en in de pers gehoord hebben, dat is de R-waarde. En de R-waarde, dat is eigenlijk de waarde, het reproductiegetal. Dat geeft aan in een epidemie van als ene persoon besmet is, hoeveel personen gaat die gemiddeld besmetten? En die R-waarde zal eigenlijk onder de 1 moeten liggen. Want als die boven de 1 ligt, ja, dan gaat je eigenlijk een toename van je epidemie. Als die onder de 1 ligt, dan is dat een afname. En dat is wat deze figuur eigenlijk ook aantoont. Dat nodig is om een epidemie onder controle te brengen. En we weten dat in België bij het hoogtepunt van de epidemie, bij het begin van de epidemie, die R-waarde 3 was. Hè, dus hier staat 1 persoon, 2,5 personen aansteken. Dat was 3 in toen. En sinds eind april zitten we daar rond 0,8. Dus hebben we, dat verklaart eigenlijk de goede daling van de epidemie bij ons. Ook belangrijk de rol van het masker. Al heel veel discussie over geweest. Is het wel nodig? Is het niet nodig? Zijn er genoeg? Er zijn er te weinig. Er zijn er zeker. Dus ik denk belangrijk is dat dit masker nuttig kan zijn. En zowel in de twee richtingen. Dus om jezelf te beschermen als je in contact komt met iemand die ziek is, of als je in een omgeving komt waar mogelijk besmette mensen zijn. Maar ook omgekeerd om anderen te besmetten als jezelf drager zou zijn van het virus. Dus het gaat in de twee richtingen. En deze slide geeft ook aan dat naarmate het masker van betere kwaliteit is, dat je ook een betere preventie krijgt door het masker te dragen. En dan zie je bijvoorbeeld dat die bekende FFP2-maskers, die gedragen worden door het zorgpersoneel bij mensen die in contact komen met de mensen die COVID-besmetting hebben, dat een enorme reductie geeft van overdracht van viruspartikels. Maar ook de gewone maskers en ook de huisgemaakte maskers hebben hier zeker hun nut. En ik denk dat de maskers vooral een nut gaan hebben als we de social distancing minder goed kunnen vrijwaren. Dus als we de maatregelen meer loslaten en we zien bijvoorbeeld dat er toch neiging is dat het virus terug meer begint te verspreiden, ja, daar denk ik dat een belangrijke rol is weggelegd voor het dragen van een masker. Als we nu kijken naar de evolutie van de epidemie bij ons in België, dan zien we dat op alle punten we absoluut het hoogtepunt gehad hebben en dat we in de staart zitten van de epidemie, van, zoals veel zeggen, de eerste golf. Hopen dat er geen verdere golven volgen, maar in ieder geval, dus zowel naar bevestigde gevallen als ziekenhuisopnames, als opnames intensieve zorg, als overlijdens, zien we dat we absoluut op een laag punt nu zitten. De piek was begin april, zoals deze figuur aantoont.
En dan zien we ook, als we dat wereldwijd bekijken, dan zien we dat de epidemie in Europa, hè, dus de paarse, in de eerste figuur qua besmettingen is de paarse lijn is Europa, dan zien we dat we daar ook op ons, het hoogtepunt duidelijk gepasseerd zijn en dat we daar in een absoluut dalende lijn zitten. Ook in de Verenigde Staten, alhoewel dat in de Verenigde Staten daar toch nog een plateau is. Maar dat als we over heel de wereld bekijken, dat er plaatsen zijn waar de epidemie nog maar aan het opkomen is. En dan denken we vooral aan Zuid-Amerika, dan denken we aan sommige Aziatische landen, Midden-Oosten. Ja, daar zijn de cijfers nog duidelijk aan het stijgen. Dus samenvattend voor onze epidemiologie denk ik dat we kunnen zeggen van wij hebben het zwaarste gelukkig gehad. Dat heeft heel veel moeite gekost. Hè. Dat is een veel offers gevraagd, hè, zowel economisch, sociaal, is dat een enorme boterham geweest voor allen van ons. Voor de mensen die werkzaam waren in de zorg, met enorm veel arbeid en moeite gekost. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk dat we moeten proberen te zorgen dat we dit soort zaken kunnen vermijden in de toekomst. Hè, dat we zeker geen nieuwe lockdown, of dat we dat in ieder geval moeten proberen te vermijden. En dat maakt dat het belang zal zijn van nu goed track and trace te doen, hè, heel goed, als er kleine haartjes zijn, om die heel snel terug te kunnen opsporen, heel snel de zieke mensen in de omgeving, als het ware, isoleren, om zo proberen te voorkomen dat we terug gaan meemaken wat we in maart en april hebben meegemaakt. Maar dit, wat betreft een korte samenvatting over de epidemie. Het belangrijkste is voor jullie is de impact van die epidemie al dan niet op jullie darmziekte en op de behandeling van de darmziekte. En daarvoor geef ik het woord graag aan Christophe, dokter Klaases, die u daar verder gaat over vertellen. Halt, dokter Deelen, halt. Want er zijn twee vragen die ik u toch al eventjes wil toewerpen. Twee vragen die betrekking hebben op wat je daarnet hebt verteld. Robert zei, het was een vraag die we al op voorhand hadden binnengekregen. Moeten wij als IBD-patiënt niet stelselmatig een opsporingstest aanvragen? Je had het over die testen en hij verwijst er zelf bij. Hij had bij zijn huisarts bij het begin van de crisis gevraagd van, zou ik mij niet moeten laten testen? En hij had toen geen test gekregen. Is dat, we zijn nu midden juni, we zijn aan het einde. Is het nu zinvol om sowieso een test aan te vragen? Wat denk je? Ja, de richtlijnen daaromtrent zijn een beetje veranderd. Hè. In het begin was het zo dat er eigenlijk een relatief tekort was aan testen. Hè. Ik denk dat we moeten zeggen zoals het was. En waarbij men heel restrictief was in het testen. En vooral op dat moment was het ook niet zo belangrijk om te testen, omdat de maatregelen toch heel verregaand waren. Er was een soort van lockdown, waarbij toch belangrijk was om de maatregelen sowieso te volgen. Nu zitten we in een fase dat het veel belangrijker is, denk ik, dat mensen die symptomen hebben, om die snel te testen. En dat is ook wat nu wel gebeurt bij de meest. Maar ik denk dat het belangrijk blijft om mensen te testen op het moment van symptomen. Tenzij als er andere redenen zijn, bijvoorbeeld, ik zeg maar, mensen die naar een ziekenhuis moeten om een ingreep te laten doen, die worden getest om uit veiligheidsmaatregelen, om geen besmettingen in het ziekenhuis te creëren. Maar mensen die klachtenvrij zijn, die niet in contact geweest zijn of niet weten dat ze in contact geweest zijn met zieke mensen, met COVID-patiënten, ja, daarvan denk ik nog altijd dat het niet nuttig is om zomaar te testen, want zoals ik daar straks ook zei, er zijn twee manieren van testen. Eén test is de wisser, dat is eigenlijk om te kijken, ben je op dat moment drager van het virus? En dan kun je dat testen en dan is dat negatief, maar dan weet je niet of dat je 2 dagen later of 3 dagen later nog negatief bent, want dat kan altijd veranderen. En anderzijds heb je de test van de antistoffen, om te kijken, ja, ben ik met het virus in contact geweest? Die test is eigenlijk, ja, die staat niet helemaal op punt. Daar is de waarde daarvan, ik zeg niet dat het niet op punt staat, maar de waarde daarvan is wel nog discutabel. Dus mijn antwoord is eigenlijk nee. Als er geen specifieke reden is, is er geen indicatie om te testen. Maar ik denk dat Christophe daar verder nog op terugkomt vanuit de richtlijnen die we hebben vanuit de beroepsgroep. En we hebben duidelijke richtlijnen voor patiënten en ik denk dat Christophe daar zeker nog op gaat terugkomen. Maar ik kan daar nu al misschien al wat op vooruitlopen. En in dit geval zou ik zeggen, nee, er is geen indicatie
omdat het is niet omdat je drager bent van een chronische darmziekte dat je zou moeten getest worden voor dit virus. Nee. Oké, dat is een heel duidelijk antwoord voor Robert. En Hilde stuurt ook een vraagje, die komt straks aan bod, Hilde. Maar laat ons eerst luisteren naar dokter Klaases, want bij jou gaat het heel specifiek. Waarop moeten we letten als IBD-patiënt? Goedenavond iedereen. We gaan inderdaad de sprong maken naar het maag-darmkanaal en meer specifiek inflammatoire darmziekten. Het virus komt dus het menselijk lichaam binnen via de neus, de mond en de ogen, doordat het een binding aanmaakt met cellen die een ACE2-receptor hebben. Nu, die ACE2-receptor is ook aanwezig in andere organen, waaronder ook het gastrointestinaal kanaal, waardoor er dus ook de mogelijkheid is van maag-darmklachten als je een COVID-infectie hebt. Het is dus heel logisch en heel aannemelijk dat mensen met inflammatoire darmziekten zoals jullie, mensen met ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, heel veel schrik hebben van dit virus. Enerzijds omdat jullie vaak medicamenten nemen die wat immuunonderdrukkend zijn, waardoor je wat meer kans hebt voor infecties. En anderzijds omdat jullie darmwand ook dikwijls beschadigd is, wat mogelijk een extra risico teweeg kan brengen. Nu, welke gegevens hebben we over COVID-infectie bij IBD-patiënten? De Secure IBD-database zorgt ervoor dat we antwoorden kunnen geven op veel belangrijke vragen betreffende COVID-infectie bij patiënten met IBD. Deze Secure IBD-database is eigenlijk een internationale online database ter opsporing van COVID-positieve patiënten bij mensen met IBD. En omdat het een online database is, was het voor ons dus ook mogelijk om eigenlijk op heel korte tijd zeer snel info en data te verzamelen en ook te kunnen delen met de rest van de medische wereld. Deze database is volledig anoniem en dient dus door uw arts ingevuld te worden. En als je dat wil doen, als je een patiënt wilt registreren, dan zie je aan de linkerkant van de dia eigenlijk het eerste blad. Eerst vragen ze wat de demografische gegevens, dus betreffende de leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit van de patiënt. Dan moet je een blad invullen over de IBD-karakteristieken en de therapie die dat u neemt. En dan natuurlijk ook over hoe dat de COVID-infectie bij deze patiënt verloopt. Heel belangrijk om te zeggen voor alle mensen die ook aanwezig zijn, is dat deze data vrij beschikbaar zijn. Dus jullie kunnen gewoon naar Secure IBD intikken en dan kunnen jullie zelf aan deze data aan. Als je dat zou doen, dan kom je eigenlijk op dergelijke diagrammen terecht. En misschien moet ik er ook nog zeker bij zeggen dat deze database 3 keer per week wordt geüpdate. En bijvoorbeeld hier zie je op 1 juni dat er in totaal 1379 IBD-patiënten zijn geregistreerd met een COVID-infectie, waarvan er 413 gehospitaliseerd dienen te worden. En spijtig genoeg betreuren we 48 overlijdens, zijnde 3%. Verder worden de IBD-patiënten met COVID-infectie ook nog onderverdeeld per leeftijd, per behandeling en ook per land. Op 1 juni waren er in België 37 patiënten geregistreerd. Nu, wat leert deze database ons? En dat is eigenlijk heel belangrijk. Ten eerste, dat er geen ernstiger ziekteverloop is van een COVID-infectie bij mensen met IBD in vergelijking met de algemene bevolking. Ten tweede, er is ook geen ernstiger ziekteverloop van de COVID-infectie bij bepaalde IBD-behandelingen. Met uitzondering van de behandeling waarbij mensen hoge dosissen corticosteroïden krijgen, denk aan Medrol aan een dosis hoger dan 12, 16 milligram per dag. Daar is mogelijk wel een risico. Zoals dokter Delen al heel juist aanhaalde, is er wel een ernstiger ziekteverloop bij andere ziekten, zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht en dan longklachten. Het derde wat in de database ook duidelijk werd, is dat er geen evidentie is dat er meer IBD-opstoten zijn als je een COVID-infectie zou hebben. Ter vervollediging meld ik ook nog eigenlijk deze website. Dat is de website van de IOIBD. Dat is de International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Disease. En op deze website is er ook zeer interessante informatie te vinden en aanbevelingen voor patiënten met IBD. Het is een Engelse website, maar je kan er ook bijvoorbeeld vinden hoe dat een ziekenhuis zich het beste aanpast aan de COVID-epidemie en ook hoe dat een infuuscentrum zich best zal aanpassen. Dus als u die teksten zou kunnen lezen, kan u dan misschien in jullie desbetreffende ziekenhuizen bekijken of dat de nodige maatregelen genomen worden.
Er zijn niet alleen maar Engelse websites natuurlijk. In België zijn er ook duidelijke richtlijnen. En deze kan je vinden op de site van de BIRD. De BIRD is eigenlijk de Belgische vereniging voor de IBD-specialisten. Ook daar kan je vrij naartoe gaan. En als je dan het icoontje aanklikt van COVID-19-pandemie, dan krijg je dit te zien. En dan kan je zowel in het Frans als in het Nederlands krijg je informatie betreffende COVID-infectie, welke zeer interessant kan zijn. Dus de pandemie was er zeer snel, want eigenlijk de coronapandemie is de snelste pandemie die er ooit is geweest. Maar de medische wereld is ook eigenlijk heel snel geweest om te reageren en om richtlijnen te geven. Welke zijn die richtlijnen dan? Wat zijn de praktische maatregelen voor patiënten met IBD? Eerst en vooral dingen natuurlijk te proberen voorkomen dat je de ziekte krijgt. En dat noemen we dan de preventie. En daar hebben we dan aandacht voor hygiëne. Dr. Deelen heeft het al gezegd. Het regelmatig handen wassen met water en zeep en of alcoholgel wordt ten zeerste aangeraden. Vooral voor de maaltijd, na het verlaten van de woning en na gebruik van het toilet. Het nut van het mondmasker heeft dokter Deelen ook duidelijk aangehaald. Niet alleen ter bescherming van uzelf, maar ook ter bescherming van anderen. En dan het wat vermijden van de social distancing. Geen handdrukken geven of elkaar niet meer kussen als je elkaar begroet. Ook proberen uw gezicht en uw mond niet aan te raken met uw handen. Dan hebben we de physical distancing. De besmetting met COVID gebeurt vooral via droplets die 1 tot 1,5 meter ver kunnen gaan. Dus vandaar komt die regel dat je moet proberen 1,5 meter van elkaar te blijven. Proberen om te telewerken natuurlijk, als dat mogelijk is, zodanig dat je minder contact hebt met andere mensen. Bij ons in het ziekenhuis en in veel andere ziekenhuizen hebben we heel veel ingezet op teleconsultaties samen met onze IBD-nurs om ervoor te zorgen dat de patiënten niet te vaak naar het ziekenhuis moeten komen. En zeker als je een IBD-patiënt bent met extra risicofactoren, zoals een hogere leeftijd, suikerziekte, hoge bloeddruk en overgewicht, moet je extra oppassen. Ik wens ook nog heel even aandacht te schenken aan vaccinaties, omdat de ernst van een COVID-infectie soms ook bepaald wordt door een bijkomende subinfectie. Dus als je ziek bent door COVID-infectie, dat je nog een bijkomende infectie krijgt. Vandaar het grote belang, de grote aandacht voor griepvaccinatie en pneumokokkenvaccinatie. Volgende preventieve maatregel is denk ik een heel logische maatregel, is het vermijden om naar een gebied te gaan, te reizen naar een hoog risicogebied. En ik kan het niet laten, maar het stoppen met roken, daar is ook een goede gelegenheid nu om dat opnieuw te proberen. Een klein beetje op de vraag van Robert, waar dat Stefan al op geantwoord heeft. De diagnose, hoe wordt die gesteld en wat zijn de indicaties bij IBD-patiënten? De PCR-test, de wisser, die is in België alleen nog maar terugbetaald voor gehospitaliseerde patiënten, voor risicopatiënten en patiënten met klachten. Dus dat wil zeggen, een IBD-patiënt die geen klachten heeft, er is momenteel nog geen indicatie om die PCR-test te doen. De laatste weken, zeker de laatste week, krijgen we ook heel veel telefoons, heel veel vragen van mensen die zeggen van ik zou graag willen bloed laten, dat je bloed neemt om antistofbepaling om te kijken of je immuun bent voor de ziekte. Momenteel is daar ook nog geen terugbetaling of zijn indicaties voor IBD-patiënten. Nu, die regels van Cianzano die veranderen eigenlijk bijna wekelijks. Dus het zou kunnen dat wat ik nu vertel, dat dat misschien binnen 2-3 weken anders is. Maar momenteel is er nog geen indicatie. De praktische maatregelen als je onder een IBD-behandeling staat. Ik denk dat dat een heel belangrijke dia is. Heel veel vragen over het preventief stoppen van de onderhoudsbehandeling. Dus als je als IBD-patiënt een onderhoudsbehandeling krijgt, moet je dan er nu mee stoppen? Is het nuttig? Preventief, dat wil zeggen als je geen respiratoire klachten hebt. Daar is het antwoord heel duidelijk dat het niet nuttig is om te stoppen. Dat het zelfs eerder gevaarlijk is, omdat je riskeert door het stoppen dat je misschien terug een opstoot van je ziekte kan doen, waardoor dat je in een slechtere algemene toestand komt. En ten tweede, omdat het langdurig stoppen van een onderhoudsbehandeling het risico met zich meebrengt dat je responsverlies kan krijgen, dat het medicament niet meer aanslaat als je terug gaat herstarten.
We krijgen ook heel veel vragen of het eventueel nuttig was om te switchen van een intraveneuze therapie, van een Baxter-therapie naar subcutane therapie, naar een therapie met spuitjes. Bijvoorbeeld om het te vermijden dat je naar het ziekenhuis moet komen. Ook daar is het antwoord nee. Het is niet nuttig om te switchen van een intraveneuze therapie naar een subcutane therapie. Vroeger zijn er al veel studies over gebeurd binnen de anti-TNF-wereld, waarbij dat er geswitcht werd van intraveneus naar subcutaan. En dat is duidelijk nefast gebleken. Dus ook daar is er geen indicatie om te switchen. Als je een bewezen COVID-infectie hebt, wat moet je dan doen? Eerst en vooral zou ik nog eens opnieuw willen vragen dat je uw arts motiveert om het te rapporteren in de database van Iodine Secure. De Engelsen die kunnen dat altijd heel mooi zeggen. Die zeggen, we are all in this together. Ik vind dat een mooie uitdrukking. Wij als artsen, wij hebben zeker en vaste wijsheid niet in pacht. Wij weten niet alles. Dus hoe meer data we hebben, hoe meer we van deze ziekte weten en hoe meer richtlijnen we kunnen uitschrijven. Nu, als je onder immuunsuppressieve therapie staat, zoals met Imuran, Purinetol, Methotrexaat, of als je biologicals krijgt, zoals anti-TNF-therapie, Remicade, Humira of Stelara of Entyvio. En als je dan een bewezen COVID-infectie hebt, dan wordt er aangeraden om deze therapie 2 weken on hold te zetten en te herstarten 1 week na het einde van de klachten. Ter vervollediging wil ik misschien nog ook zeggen dat een therapie met 5-ASA voor de colitis ulcerosa-patiënten onveranderd verder gezet mag worden, omdat dit niet beschouwd wordt als een immuunonderdrukkende therapie. 5-ASA-therapie, voorbeelden daarvan zijn de mesalazine, de pentasa, de polypofalk, de clavarsan. Ik zou misschien nog willen eindigen met een kleine cartoon. Er is in de media zijn er heel veel tegenstrijdige informatie gekomen wat betreft COVID, ook van de verschillende virologen en van de politiekers. En ik denk dat dat tot een extreme ongerustheid heeft geleid. En mensen met IBD, die hebben op zich al dikwijls een heel invaliderende ziekte. Maar ik zou ze met dit ook willen geruststellen dat er eigenlijk in de ganse wereld een grote consensus is betreffende de COVID-aanpak bij IBD-patiënten. Daarmee bedoel ik dat de richtlijnen in Amerika, de richtlijnen in Europa, de Franse, de Belgische richtlijnen, dat die allemaal zeer gelijklopend zijn. Ja. Ja, en net om die hype te vermijden zijn wij er ook vandaag. Je hebt misschien gezien dat ik eventjes afwezig was. Men had mij gemeld dat er een probleem was met mijn klank. Dankjewel om ons daarop te wijzen. En we hopen dat dit nu verholpen is. Dokter Klaases, ik ga even verder op wat jij al verteld hebt. Er komen wat vragen over medicatie, dat was te verwachten, u had dat ook wat voorspeld. Iets heel concreet, Joël zegt, ik neem de immunosuppressor 3 maal Imuran 50 milligram. Geeft dat nu een hoger risico? Heb ik nu door die medicatie, door een medicatie die mijn immuniteit onderdrukt, heb ik nu een groter risico op besmetting? Nee, volgens de data die we in de IBD Secure hebben gezien, is er geen verhoogd risico op COVID-infectie. En ook geen verhoogd risico op als je een infectie zou hebben, op een ernstiger verloop. Het is natuurlijk wel zo, als je de infectie zou hebben, dan wordt er aangeraden om de therapie met Imuran even on hold te zetten. Ja, een verhaal is het woord niet. Paul. Paul zat onlangs in de wachtkamer en hij zegt, ik neem omwille van, en we gaan een paar merken noemen, ik zat omwille van mijn kroon met in de wachtzaal, ik neem ik neem Stelara. En hij geraakt aan de praat met iemand anders en die neemt Remicade. En de vraag was, is daar nu verschil in? Heeft het ene meer risico dan het ander? Is daar eigenlijk al iets over geweten tussen die verschillende behandelingen? Misschien eerst even naar dokter Klaases. Opnieuw in de database die we hebben, zien we geen verschil wat betreft risico op infectie als je gaat een onderscheid maken tussen anti-TNF-behandeling en anti-interleukine 12-23-behandeling, wat dan Stelara is. Dus er wordt in de verschillende patiëntengroepen, de patiëntengroep met Remicade en de patiëntengroep met Stelara, wordt er geen verschil gezien in incidentie, in voorkomen van COVID-infecties en ook niet in de ernst. Ja, met andere woorden, het is nu niet het moment om te gaan verschuiven en veranderen. Blijf daar gewoon rustig onder. Nee, blijf uw medicatie innemen.
Dokter Deelen, ik kom even naar jou. Er kwam een vraag van Veerle. En u had het over de mondmaskers daarnet. En Veerle zegt, ja, wat moeten we nu doen? Ik heeft een buitenverblijf aan zee. Als ik nu buiten op het strand wandel, is het nog de moeite voor mij, we lopen daar toch ver van elkaar, om daar een mondmasker te dragen? Dat is op zich een moeilijke vraag. Waar ik toch wel een duidelijk antwoord op wil geven. Ik ben geen viroloog. Hè. We hebben in België momenteel er vier die heel veel in de pers komen. En we hebben er ongeveer 11 miljoen die ook 11 miljoen, men zegt toch 11 miljoen virologen die allemaal hun mening hierover hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is om te weten dat er een verschil is tussen op een strand lopen in de buitenlucht, waarbij je sowieso toch wel wat afstand hebt, en waarbij het belangrijk is dat het in de buitenlucht is, hè, waarbij die partikeltjes, die druppelpartikeltjes, veel sneller vervliegen dan binnen. Hè, en dus denk ik dat daar, als zij in de buitenlucht is en voldoende afstand heeft, is er geen reden om een mondmasker te dragen, denk ik. En is er ook geen groter besmettingsrisico voor haarzelf, maar ook niet voor de omgeving, mocht zij zelf besmetten, om overdracht te hebben. Anderzijds, waar we wel wat angst voor moeten hebben, denk ik, dat is dat ze zijn gesloten ruimte. He, mensen die binnen zitten, bijvoorbeeld in een café, in een horeca, in een zaal, waar veel mensen in een afgesloten ruimte kort op elkaar zitten, daar denk ik dat bijvoorbeeld het dragen van een mondmasker wel nuttig kan zijn, omdat je daar toch wel een verhoogde kans hebt op overdracht via de lucht. Ja. Een duidelijk antwoord, dat had je ook voorspeld en dat horen we graag. Laat ons eventjes terugkeren naar medicatie. Brenda was een van de eerste mensen die gereageerd heeft, die een vraag opgesteld heeft. En Brenda vraagt, heb je meer risico op een besmetting als je medicatie zoals infliximab krijgt, toegediend als chronisch patiënt? Ik denk dat je het al grotendeels beantwoord hebt, hè, dokter Klaases. Brenda, dat is een heel goede vraag. Brenda had deze vraag al gesteld vooraleer dat we de uiteenzetting hadden gedaan. Dus ik hoop dat ze gerustgesteld is en dat ze overtuigd is dat ze de therapie met infliximab, met remicade, gerust mag verder zetten. Ja. Ik denk dat je nog iets wou toevoegen. Ja, ik zou daar nog aan willen toevoegen dat hetgeen wij vertellen voor veel mensen nu een beetje eigenaardig overkomt. We hebben altijd tegen de mensen gezegd, en we gaan dat ook blijven zeggen, dat de medicatie die ze krijgen voor hun ziekte van Crohn en voor hun colitis ulcerosa, dat die het afweersysteem onderdrukt en dat ze daardoor vatbaarder zijn voor infecties. Dat is zo. En daardoor gaat je natuurlijk direct denken van ja, oké, als ik vatbaarder ben voor infecties, dan ben ik ook vatbaarder voor dit coronavirus. Ja, tot op heden is dat niet zo. En er zijn zelfs gegevens, denk aan de recente studie die gisteren is uitgekomen met dexamethasone. Dexamethasone is cortisone, onderdrukt ook heel snel het afweersysteem. Ja, dat die mensen die medicatie krijgen die hun afweersysteem onderdrukt, dat die misschien zelfs een minder ernstig verloop hebben van hun ziekte, van hun COVID-infectie. Ze zullen daardoor niet minder kans hebben op besmetting, maar wel minder kans op een ernstig verloop. Omdat we weten dat het ernstig verloop eigenlijk een probleem is van ons afweersysteem. Ons eigen afweersysteem, dat eigenlijk in vuur en vlam gaat, dat eigenlijk overreageert, dat maakt dat die mensen zo ernstig ziek worden. En als we dan medicatie geven die dat afweersysteem wat onderdrukt, ja, dan zou het wel eens een voordeel kunnen zijn. En we weten dat is nu de eerste studie die bevestigt dat daar een voordeel van is, maar we weten dat er andere studies lopende zijn. En ik wil daar zeker niet op vooruitlopen. En het kan zijn dat die geen extra voordeel tonen, maar ze tonen zeker geen nadeel. En dus, ik denk dat er is zeker een verhoogde kans op infecties die blijft. En dan denken we bijvoorbeeld in het geval van remicade, denken we aan bacteriële infecties. Dat is er wel. Maar dat geldt eigenlijk niet voor dit coronavirus. En als we dan teruggaan naar mijn allereerste dia die ik heb laten zien, mijn eerste slide. Welke ervaring hebben we met de andere coronavirussen? Het SARS-virus, het MERS-virus. Ook daarvan weten we dat mensen die medicatie namen die het afweersysteem onderdrukt, immuunsuppressiva zoals we dat noemen, dat die ook bij het SARS-virus
Ook bij het MERS-virus eigenlijk geen verhoogde kans op infectie of op een nadelig verloop van de infectie hadden. Dus die gegevens die we hebben van de vorige coronavirus-epidemieën bevestigen eigenlijk onze gegevens van nu, dat het afweersysteem onderdrukken met de medicatie zoals we geven bij Crohn, zoals bij colitis ulcerosa, eigenlijk geen verhoogd risico geven. En dat is, denk ik, toch wel een belangrijke boodschap die een beetje ingaat tegen ons eerste gedacht van oké, ik krijg die medicatie en dus ben ik vatbaarder voor infecties. Dat geldt in het algemeen, maar eigenlijk moeten we stellen, en dat is wat dokter Klaassen al heel duidelijk gezegd heeft, dat voor het coronavirus tot op heden eigenlijk niet geldt. Ja, Marijke heeft daar de vraag over gesteld, dokter Klaassen, en ze gaat daar een beetje op verder. Zij wil eigenlijk weten, hoe komt dat eigenlijk, dat die cortisone nu blijkt te werken als een behandeling? Is daar al iets over geweten? Dokter Deelen heeft dat net uitgelegd, hè. Dat is zo wat een paradox, dat bij de inflammatoire darmziekte ons immuunsysteem in vuur en vlam komt te staan en dat wij dan medicatie geven om dat wat te onderdrukken. En dat bij de COVID-infectie eigenlijk hetzelfde is, dat het immuunsysteem eigenlijk ook op hol begint te komen en dat je eventueel met immuunonderdrukkende therapie wat beschermd bent tegen een ernstiger ziekteverloop. En dat is wat die studie ook gisteren aantoont. Zo zijn er ook studies bezig met anti-interleukine 6. Stellara is anti-interleukine 12-23. Dat zijn ook allemaal medicamenten om dat immuunsysteem wat te onderdrukken. En daar zien ze ook mogelijk gunstige effecten bij mensen die op intensieve liggen. Ja, laat het ons eens hebben over preventie. En ik ga naar de derde vraag van MR. Zij zegt, mijn zoon is 23 jaar, heeft net zoals ik colitis. Hij heeft ook een chronische ziekte, HAE, hereditair angioedeem. Zijn immuniteit is dus sneller in gevaar. Wat kan hij doen om zijn immuniteit preventief te vergroten? En toen werd het stil bij de twee artsen. Ja, u ging zeggen aan wie u de vraag ging stellen, maar ik wil daarop antwoorden. En eigenlijk is het antwoord daarop heel ontgoochelend. We hebben geen, en ik denk dat er zelfs ook zeker de vragen gaan komen over voeding, maar we hebben eigenlijk geen goed advies momenteel naar wat te doen ter preventie en dan met het oog op het verbeteren van ons immuunsysteem. Wat kunnen we doen om ons immuunsysteem te verbeteren? Daar hebben we eigenlijk geen antwoord op. Daar hebben we geen goede middelen. Wat heel belangrijk is, denk ik, dat we proberen te zorgen voor een gezonde voeding, voor een gezonde, gevarieerde voeding. Dat we geen ijzertekort hebben, dat we geen vitaminetekorten hebben. Dat we dus geen tekorten hebben die we nodig hebben voor de normale functies van ons lichaam, van onze lichaamcellen. Maar daarbuiten hebben we eigenlijk geen duidelijke zaken die we extra kunnen geven om het immuunsysteem te verbeteren. Ja, je hebt het er al even over gehad. We gaan naar dokter Klaassen. Cindy was de eerste met de vraag veganistisch eten. Maar Nathalie had vooraf ook al de vraag gesteld, vitamine D in hoge dosis. Haalt dit iets uit? Bij COVID-infecties haalt het niets uit. Er zijn enkele studies in de postoperatieve setting, als je geopereerd bent van ziekte van Crohn, dat mogelijk positief kan zijn. Nu, wat betreft voeding, dokter Deelen heeft het ook al gezegd, een gezonde en een gevarieerde voeding is heel belangrijk. 10 jaar geleden, toen ik begon met mijn praktijk, zei ik altijd aan de patiënten, als er een nieuwe diagnose van IBD was, dan zei ik altijd dat ze elke dag frieten en bier mochten drinken. Dat is een advies dat ik absoluut niet meer mag geven. Maar daarmee bedoelde ik eigenlijk dat het nog nooit bewezen was dat een bepaalde voeding, dat de bepaalde voedingswaren positief of negatief waren voor de ziekte. Nu is het duidelijk bewezen dat een gezonde en gevarieerde voeding heel belangrijk is. Maar het is niet zo dat je heel eenzijdig moet gaan eten. We hebben ook nog niks kunnen merken dat één bepaalde voedingssoort positief zou zijn. Met uitzondering dan denk ik van curcuma, waar dat enkele positieve studies zijn als je dat zou gebruiken bij de colitis ulcerosa. Ja, we zitten een beetje in de leefwereldsfeer en Anne
heeft een verhaal is een slecht woord natuurlijk, maar Anne vertelt het volgende. Ik ben een stresskonijn, zegt ze zelf. En tijdens de lockdown is dat voor mij goed verlopen. Ik had alles onder controle, er kwam niemand in huis. Ik voelde me daar veilig in haar eigen bubbel. Ze zegt, ja, nu begint alles een beetje te herleven. Ik heb schrik dat ik dat ik schrik ga beginnen krijgen, dat mijn stressniveau naar omhoog komt, dat ik begin te hervallen. En het is geen gemakkelijke vraag die ze aan jullie stelt, maar ze vraagt van, is er iets dat ik kan doen om te vermijden dat ik weer opstoten ga krijgen? Met andere woorden, kun je die stress preventief aanpakken? Ja, dus het helend effect van de lockdown is blijkbaar voor sommige mensen wel echt aanwezig. Ik krijg dat verhaal dikwijls te horen en dan ben ik een beetje jaloers op de mensen die hebben kunnen soms het beter tot zichzelf, wat minder stress hebben kunnen krijgen tijdens die periode. Maar het is zeker zo dat chronische darmontsteking, colitis ulcerosa nog iets meer dan ziekte van Crohn, zeker onderhevig is aan stress. Dat is zeker zo. Stress is niet de oorzaak van de ziekte. De oorzaak van de ziekte is nog een beetje een puzzel waar we niet uit geraken op deze moment. Maar het kan zeker een uitlokkende factor zijn. En het is natuurlijk een moeilijke vraag om een antwoord te geven hoe het stressniveau bij haar kan dalen. Maar ik zou gebruik maken van de rust die ze gehad heeft tijdens de lockdown, dat gevoel, om dat proberen wat vast te houden na de lockdown en proberen niet te snel toe te geven aan de dagelijkse ratrace, zoals we het zeggen, die ons allen terug volledig te pakken heeft. Ja. Ja, trouwens, iemand geeft direct al een tip voor een Anne, was het. Dus hij zegt, sporten. Sporten blijkt heel gezond te zijn en het zorgt ervoor dat uw stress naar beneden gaat. Absoluut. Sporten allemaal. Ik ga naar een vraag van Lilian. Lilian zegt, heel terecht, vermoeidheid en diarree zijn sowieso gerelateerd aan Crohn, symptomen van de ziekte van Crohn. Maar, zegt ze, dat zijn ook de symptomen van COVID. Kan ik daar nu iets... Enfin, wanneer weet ik dat het zomaar mijn gewone, tussen aanhalingstekens, Crohn is, of dat dit zou kunnen wijzen op een besmetting met COVID? Kun je dat aanvoelen, dat er een verschil is? Heel dikwijls voelt een... IBD-patiënt zelf heel goed aan wat de oorzaak van de klachten zijn. Als hij zijn ziekte lang genoeg heeft, dan komen ze dikwijls lang en dan zeggen ze van ik heb nu iets verkeerd gegeten en daarom heb ik diarree, dit is geen opstoot. Ofwel komen ze wel zeggen dat ze een opstoot hebben. Dus ik denk als de vermoeidheid en de diarreeklachten hetzelfde zijn als voor de COVID-epidemie, dan kunnen die kaderen binnen de IBD-wereld. Diarreeklachten zien we niet zo heel vaak, maar bij 10% van de mensen met een COVID-infectie. En vermoeidheid wordt ook niet zo vaak gezien. Ik denk dat je als je naar de symptomen van COVID hebt, dan heb je het altijd wel over dat kort van adem zijn, de droge hoest, het soms en dan de ergere vormen, het niet kunnen ruiken, het niet kunnen proeven. Ik denk dat dat de voornaamste klachten van een COVID-infectie zijn. Ja. Zeg je nu aan Lilian, je kent je lichaam waarschijnlijk en je ziekte al een beetje. Ga gewoon af op je gevoel van dit is iets anders dan mijn gewone opstoten. Dat zou ik wel durven zeggen. Ja, ja, duidelijk. Dokter Deelen, iets geheel anders hoor. Toiletten, toiletbezoek, vrij naar het toilet kunnen gaan. Nu de lockdown vermindert, komen de openbare toiletten weer open. Men heeft altijd gezegd, die toiletten, let daarmee op, want dat zijn bronnen van besmetting. Ja, gaat daar nu iets aan veranderen? Weet u dat er vanuit de overheid bijvoorbeeld acties worden ondernomen om toiletten, openbare toiletten, toch zeker en vast voldoende open te stellen voor IBD-patiënten? Ja, ik denk dat dat een heel terechte bekommernis is. En dat is een bekommernis die al... die al zo lang bestaat als dat mensen inflammatoire darmlijden hebben, denk ik, dat de maatschappij, om het nu heel ruim te zeggen, enorm onderschat
wat de invloed is op het dagelijks sociale leven. En het gevoel bij sommigen, niet bij alle IBD-patiënten, maar bij veel, om te kijken van, ja, is hier een toilet? Kan ik hier naar het toilet? En niet alleen het gevoel, maar soms ook echt de nood om een toilet te hebben. En daar wordt eigenlijk maatschappelijk te weinig rekening mee gehouden. Ik denk dat we dat zeker mogen stellen. Anderzijds is het ook natuurlijk moeilijk, en dat merk je ook in deze tijd van lockdown, lockdown light zullen we het noemen, maar toch van enorme beperkingen, ja, dat natuurlijk die openbare toiletten als eerste eraan moeten geloven. En wat natuurlijk dus nog de zaak erger maakt als je er nood aan hebt. Dus ik denk dat het zeker een aanbeveling is naar de overheid, en ik denk dat wij dat ook vanuit onze beroepsgroep toch wel proberen te doen, om daar rekening mee te houden en voldoende openbare toiletten te voorzien. Niet alleen voldoende toiletten, maar ook verzorgde toiletten. Dus toiletten waar je naartoe wil gaan. Maar daar knelt het schoentje. Ik denk dat het zo is dat natuurlijk openbare toiletten moeten nog veel meer waarschijnlijk dan uw persoonlijk toilet goed onderhouden worden, goed gepoetst worden. Ja, en ik denk dat daar de overheid een beetje soms ook wat weinig mensen in dienst heeft om dat te kunnen voorzien. Nu, praktisch, wij kunnen alleen maar druk zetten om te proberen dat aan te kaarten. Tegelijkertijd, en de meeste mensen die zullen dat wel weten ook, maar er bestaat zoiets als de toiletpas. Hè? De toiletpas die te verkrijgen is bij de Crohn en Colitis Vereniging. Met lidmaatschap via de website van de Crohn en Colitis Vereniging kan je daar heel snel aan geraken. Dat is toch wel een beetje een drukmiddel dat de mensen kunnen hebben van kijk, ik heb hier die pas. Dat is ook altijd met getekend door een arts dat iemand is die daar nood aan heeft, dat iemand is die dat niet zomaar gaat gebruiken, die dat echt omwille van een ziekte nood heeft aan dat toilet. En ik zou zeggen van ja, gebruik zoveel mogelijk die toiletpas en gebruik hem als je nodig hebt. En niet alleen openbare toiletten, maar ook privé toiletten in cafés. Laat de pas zien en zeg van kijk, ik heb dit nodig. Maar ik weet dat sommige café-mensen, sommige mensen in restaurants staan daar heel open voor, maar ook sommige staan daar weinig voor open. Het blijft een teer en een moeilijk punt. En ik heb daar alle begrip voor dat dikwijls een ernstig probleem is. Ja. Ja, in elk geval goed om horen dat de beroepsgroep van artsen dat daar verder mee betrokken is en dat steunt. Ik las, als ik er zelf mag aan toevoegen, ik las vandaag de blogs op Ik heb Crohn, Ik heb Colitis. En daar staan eigenlijk heel zinvolle, goede getuigenissen. Dus als je meer over dat thema wil weten, moet je maar eens naar die twee blogs surfen. Er zijn ook al wat vragen binnengekomen rond thuiswerken. Ik had er eentje van iemand die door zijn baas, om het zo te zeggen, aangespoord werd om naar het bureau te komen. Maar laat ons deze hier nemen van MT. MT zegt, thuiswerken blijft dus al aangeraden. Ik ben zo iemand die een biological neemt als medicatie. Is dat nog altijd zo? Kan ik eigenlijk, als ik aangespoord word om naar het werk te gaan, kan ik mij daartegen verzetten? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Dr. Klaases. Als je thuis even efficiënt kan werken als op het werk, dan denk ik dat thuiswerken zeker aan te moedigen is. In maart 2020, toen we nog niet zoveel gegevens hadden, was het gemakkelijk om te zeggen aan de mensen, blijf maar thuis. De gegevens die we nu hebben van de IBD Secure zegt dat je eigenlijk een IBD-patiënt mag beschouwen als een andere persoon. En het is nu moeilijker om als patiënt te eisen dat je per se thuis wilt blijven. Je ziet dat de besmettingsgraad enorm aan het verminderen is. Dus de kans om besmettingen te krijgen is minder. Voor sommige mensen is ook de situatie wat onhoudbaar aan het worden. Daarmee bedoel ik dat ze misschien ook soms graag uit huis gaan. En we moeten natuurlijk ook leven. Een nulrisico bestaat er niet in ons leven. Hè. We kunnen ook nog andere dingen hebben. Andere dingen krijgen. Dus ik denk dat er een gezonde balans moet zijn. En als je natuurlijk goed kan telewerken, misschien is deze epidemie dan ook goed geweest om de balans van het werk wat te veranderen naar thuis. Maar
als de baas zou eisen dat je moet komen, zou ik me daar niet te ongerust over maken. Oké. Iets geheel anders. Laat ons eens kijken naar de toekomst. Laat ons eens kijken naar een vaccin. En Robert zegt, hoe zit dat nu eigenlijk met dat vaccin? Want als je een vaccin inspuit, spuit je een heel klein deeltje van een virus in. Heeft dat voor ons als IBD-patiënten met een gewijzigde immuniteitssysteem, heeft dat dan geen risico, dokter Deelen? Daar hebben we eigenlijk heel duidelijke richtlijnen rond. De richtlijnen die we hebben, die zijn dat die ziekte die we kunnen voorkomen met vaccinatie, dat we mensen die medicatie krijgen die het afweersysteem onderdrukt, dat we eigenlijk die vaccinaties zoveel mogelijk willen laten gebeuren. Waarom? Om, zoals we daar straks gezegd hebben, dat mensen die medicatie krijgen die het afweersysteem onderdrukt, algemeen genomen, zijn die iets vatbaarder voor infecties. En als we dan infecties hebben die we kunnen voorkomen door vaccinatie, ja, dan zijn we er absoluut voorstander van. En dan denk ik hier in eerste instantie aan het jaarlijkse griepvaccin. Wij denken ook aan het pneumokokkenvaccin. Wij denken ook aan vaccinatie hepatitis A en B. Dus dat zijn vaccins waar wij eigenlijk volledig achter staan. Natuurlijk, het nieuwe coronavirusvaccin, ja, het is er nog niet, dus we weten er nog niks over. Maar het concept dat een vaccin schadelijk zou zijn, bestaat, maar daar is een onderscheid, en dat maakt het wat ingewikkeld, maar ik wil het toch eventjes zeggen, er is een onderscheid tussen levende vaccins en afgezwakte, gestorven vaccins, dus waarbij een soort eiwit wordt, het eiwit van het virus wordt ingespoten. Als er levend vaccin is, en dan denken we bijvoorbeeld ook aan de vaccinatie gele koorts, of de vaccinatie rotavirus bij de kindjes, dat zijn levende vaccins, die mogen niet toegediend worden aan mensen die immuunsuppressie krijgen, dus die medicatie krijgen die het afweersysteem onderzoekt. Dat gaat over de levende vaccins. Maar, en daar proberen we, als mensen bijvoorbeeld tijdelijk geen behandeling krijgen, of alvorens een behandeling te starten, gaan we proberen die vaccinaties te geven op het moment dat ze hun immuunsuppressie nog niet krijgen. Maar, dus om een duidelijk antwoord te geven, op deze moment weten we nog niet welk coronavirusvaccin er gaat komen. Hopelijk zo snel mogelijk één dat goed werkt, dat ook niet te veel bijwerkingen heeft. En dan moeten we kijken, als dat een levend vaccin is, wat ik niet denk dat dat gaat zijn, dan is dat het probleem voor medicatie, maar dan gaan we op dat moment dat ook heel duidelijk moeten en ook zullen communiceren. Maar tegelijkertijd, als dat niet het geval is, ja, dan ben ik absoluut voorstander voor ja, zoveel mogelijk ruim mogelijk te vaccineren. Ja, onze tijd zit er eigenlijk al op, maar staan we toe dat we toch heel, heel snel een rondje heel korte vragen gaan beantwoorden, want die stromen binnen, en die stroomt onder andere zo vragen stromen binnen van iemand die heel actief is op dit moment, Desma Rijke. Zij heeft daar net al, zij was degene die die vragen stelde rond immuniteit, en als ik me niet vergis, heeft dokter Klaases verteld, dat zo zegt Marijke toch, dat de cijfers vrij laag liggen van patiënten die die nieuwe types medicatie nemen. En zij zegt, zou dat nu niet kunnen komen, ik parafraseer even, omdat wij als IBD-patiënten gewoon al een beetje voorzichtiger leven, dat wij eigenlijk al meer op ons hoede zijn in het dagelijkse leven en dat daardoor die cijfers zo laag zouden liggen. Is dat een verklaring? Marijke is een heel slim en ik denk dat dat inderdaad een verklaring kan zijn. Ja. Ja, een heel moeilijke vraag alweer voor u, dokter Deelen. Iemand zegt, ik lees letterlijk voor, ik werk in een garage als verkoper, ik kom veel in contact met verschillende mensen, mijn werkgever weet niet dat ik Crohn heb. Hebt u tips om dat bespreekbaar te maken, of is het nu niet het moment om dat te bespreken? Het gaat over snelle vragen, maar toch moeilijk om daar een heel snel antwoord op te geven. Ik denk dat het sowieso altijd goed is, in de mate van het mogelijke, om open te zijn over uw ziekte, naar uw werkgever. We hebben op deze moment wel wat steun achter ons om ervoor te zorgen dat werkgevers niet u slechter kunnen behandelen als je ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Maar ik begrijp dat dat van geval tot geval soms moeilijk is. Maar
in de mate van het mogelijke open zijn. Zeker als er, maar in een garage is dat wat moeilijk, maar als je in een bedrijf werkt, er is een bedrijfsarts of er is een arts voorzien, ja, praat met die erover dat die ervan weet. Tegelijkertijd, als uw baas het niet weet en u wenst toch ja, zo goed mogelijk verder te werken, ja, dan zou ik zeggen, probeer zo goed mogelijk persoonlijke beschermingsmaatregelen te doen. Als u in een garage werkt, werkt u vooral binnen. Draag gewoon uw mondmasker. Ik denk dat wij zijn in België, wij dragen eigenlijk op dit moment weinig mondmaskers. Er zijn landen waar het mondmasker veel meer uniform aanvaard wordt. Wij gaan in de winkel, als ik hier in de winkel zie, er zijn eigenlijk weinig mensen met een mondmasker. Bijvoorbeeld in Wallonië is dat al veel meer. In Wallonië worden veel meer mondmaskers gedragen dan bij ons in Vlaanderen. Dus ik denk dat we een lage drempel moeten hebben. En ik richt dat naar deze vraagsteller, maar naar iedereen. Ik denk, als je zorgen maakt, draag je mondmasker. Je doet daar niks fout mee. En eigenlijk kan men nu ook niet schuin bekijken omdat je een mondmasker draagt. Dus ik denk bij twijfel voor jezelf, voor je eigen gezondheid, probeer social distancing te doen. Maar natuurlijk, dat lukt niet altijd. En als het niet lukt, draag je mondmasker. Ik hoop dat dat een voldoende antwoord is. Ja, dank u wel. Duidelijk antwoord. We blijven snel even rondgaan. Een vraag die eigenlijk al eventjes is beantwoord, maar ik herhaal ze eventjes voor mensen die misschien later hebben ingeschakeld. De vraag van SC. Hoe kan je de behandeling van Stelara 2 weken on hold zetten als je op de 8 weken een spuit krijgt? Dokter Klaases. Oh, is een goede vraag. Stel u voor dat je uw COVID-infectie, dat je uw Stelara-spuit hebt gezet en dat je de dag nadien uw COVID-infectie krijgt. De kans is groot dat wanneer je uw volgende spuit 2 maanden later moet zetten, dat je geen klachten meer zal hebben. Anderzijds dus, en dan moet je die natuurlijk niet uitstellen. Anderzijds, als je overmorgen uw spuit moet hebben en ze stellen vandaag de diagnose van COVID-infectie bij u, dan raden wij aan om die spuit 2 weken uit te stellen. Ja, ondertussen meldt Geert dat vanuit CCV, vanuit de andere ook patiëntenverenigingen, dit uniform pasje heel sterk gepusht wordt en dat zij er blijven bij pleiten, voorpleiten, dat dat erkend wordt door de overheid. Marijke apprecieert het dat ze zo'n goede commentaar krijgt. Er komen heel wat vragen. Vragen niet, leuke opmerkingen binnen. Laat ons er met eentje eindigen. Laat ons met 2 eindigen, want ik heb eigenlijk nog wel een leuk berichtje gekregen van Aurore. Aurore is in de 3e trimester van haar zwangerschap en heeft colitis ulcerosa. En ze zegt, moet ik nu meer opletten? Eerst en vooral, Aurore, hartelijk proficiat. En ten tweede, Aurore, dokter Klaases zal op uw vraag antwoorden. Kan u ze nog even herhalen? Want geluid... Zes, derde trimester van haar zwangerschap en heeft colitis. Moet ze meer oppassen? En welke medicatie neemt ze dan? Nee, dat heeft ze niet bijgezet, nee. Nee, absoluut niet. Geen zorgen. Geniet van uw zwangerschap. Ja, voilà. En de laatste vraag voor vandaag is voor dokter Deelen. En dat is Michel, die zegt, ben IBD-patiënt en ik heb kleinkinderen. Binnenkort mogen die op bezoek komen. Moet ik dingen doen of mag ik dingen niet doen? Moet ik meer oppassen dan bijvoorbeeld mijn partner? Ja. Ja, moeilijke vraag, maar ik denk dat we weten dat kleine kinderen niet de driver zijn van de infectie. Daar is heel veel oneenigheid over. En nogmaals, ik ben geen viroloog, maar je merkt dat ook de overheid daar een beetje mee worstelt van ja, de scholen open, toe, bezoek kleinkinderen, ja, nee. Ik denk dat op deze moment moeten stellen dat als de kinderen niet ziek zijn, geen symptomen hebben, dat bezoek zeker kan. Zeker. Knuffelen, ja, dat is al wat moeilijker. Maar ook, ik denk dat veel afhangt van, is er in die regio nog actieve ziekten opgespoord? Als het antwoord daarop nee is, ja, dan denk ik dat het tijd is dat de grootouders de kleinkinderen terug kunnen zien, absoluut. Ja, ik denk dat je een grootvader heel gelukkig hebt gemaakt, dokter Deelen. De grootouder en waarschijnlijk ook de kleinkinderen. Er blijven
bedankingen binnenkomen. Iedereen apprecieert dit heel sterk. Er zijn ook nog vragen aan het binnenkomen die we jammer genoeg niet allemaal kunnen beantwoorden. Maar, we geven die door aan de twee blogsites. Wij hebben colitis.be en wij hebben kroon.be. En we beloven dat die daar naartoe zullen gaan. Waarschijnlijk wordt die wel opgepikt door de mensen die achter die sites zitten. Heren, artsen, mag ik u heel hartelijk danken, dokter Klaases, dokter Deelen, voor hier zo heel attent en vaak heel moeilijke vragen op korte termijn, op korte tijd te proberen beantwoorden. Heel hartelijk dank daarvoor. Heel wat mensen zoals Betty, Sonja, Els, Koen, die blijven je bedanken omdat jullie dat zo goed gedaan hebben. Wij willen nog zeggen dat dit webinar ook op video zal te bekijken zijn de komende dagen. We hebben ongeveer 24 uur nodig om dit eventjes te herwerken. Maar die zal te bekijken zijn op Medipedia. Dat is een medische site. Maar via wijhebcolitis.be, wijhebcroon.be zal je de directe linken daar naartoe zeker en vast nog krijgen. Wij staan erop ook om Takeda te bedanken, want laat ons eerlijk zijn, zonder hun steun was dit niet mogelijk. Maar bovenal willen we jou bedanken, al die mensen die vragen binnensturen, die opmerkingen doorsturen, die ook tips aan elkaar geven. We vonden het heel fijn dat jullie er allemaal bij waren. En mag ik nu nog één ding vragen van jullie? Jullie blijken allemaal heel actief hier op het internet en op chat te zijn. Wel, doe me één plezier. Als jullie dit webinar gaan afsluiten, krijgen jullie 5 heel korte vraagjes ter beoordeling. Beantwoord die gewoon eventjes. Dan weten wij wat jullie goed vonden, minder goed vonden, waar we in het vervolg moeten opletten als we dergelijke initiatieven gaan herhalen. Nogmaals, heel hartelijk dank. De vragen zo dadelijk beantwoorden en wie weet, tot een volgende keer. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond.